aflegvereniging, die Kajos, die is er vandaag 28 november 2019 20 jaar oud geworden. En in dat kader heeft men dan allereerst een dankdienst gehouden bij Jomax Garden aan de Henk Aronstraat, gevolgd door de felicitaties en dan een feestje. Wij van TBN Prime Alert zijn er ook aanwezig geweest en wij hebben voor u de volgende beelden vastgelegd in verband met 20 jaar aflegvereniging De Kajos. De voorzitter is zuster Yvonne Linger. Jarige De Kajos, wij gaan de toos uitbrengen met u samen. Ja? En de toos blijft ons sterker in woorden, kracht, en sterkte van eeuwig leven. Mag ik de voorzitter vragen in het voorbereid? Uw wens. Mijn wens voor De Kajos. Gaat u zo door in wat wij zondag vooral aan elkaar hebben meegegeven. Oprechte liefde. Dan komen we er wel. Proost De Kajos. Voorzitter. Ja. Waar broers en zusters. A eerste wonder is aan Jezus toe. A verander wat er in? Nee. A verander wat er in? Nee. A verander wat er in? Nee. En dan weet dat dat een symbool voor Santa Jeje in schreefie. En we dringen we versterken naar een schreefie. Dat u kan wakken naar een alle de Heer die. En dan neem voor Jezus. Nee, wat is het voor mij? Broeders en zusters, jarigen, als een moeder een kind grootbrengt van 0 jaar tot 20, betekent het dat ze een sterke moeder is en dat ze goede vruchten heeft afgeworpen, mits ze dat accepteren. Mijn wens voor De Kajos is, ga ervoor. En ook teksa aan Malero, want dat is een probleem. Samen ga ik eerlijk lobby naar de omindering. Alsjeblieft. Zo. Eén keer. Broeders en zusters, die KIO's een speciale band. Natuurlijk zijn heel veel verenigingen in Nederland, in Suriname, maar toch een band voor mij persoonlijk naar die KIO's de Travassie. Het is een hele eer ook om u, waarde zuster, en de Grand Sisa bij mij thuis in Den Haag te hebben. Ik hoor je zeggen dat u lacht, hè? Wat u lafu, o presiri. En bij u die altijd de eerste zou zouden elkaar kunnen, ah, Santa Juan. En bij Santa Juan de trobi no de, taktaki no de, dede no de, siki no de. Te verblijven in het huis van de vader, volgens mij denk je dat de oefer vroes u gaat terassen. Nee, nu. Nu, a Jonas Roto, dat alle momenten ook elkaar in kom. Voldoen a presiri, a verlichting. Waarde zuster, ik kan me altijd herinneren, uw vereniging die KIO's is bijzonder, maar u ook als leider. Met door Holland, met praxeem, met ons leubde, met ons samen door de bandtelefoon gaan. Met u, u spreekt met zuster Linger, dienst, is dat dienst? Zuster, mijn broeder dienst, no? Waar dan? 7 uur aanzet, zuster, oh zuster. Mino Abi, mino wakana ngawuroko kroosje. Geef niet, ik heb 3 voor je. Nou, goeie, goeie, goeie. En dat na aband sa on Abi. A dienaris kan van dat band op grens Suriname, Nederland. Je bent dienstbaar en dienst zonder morren. En dat heb ik van u geleerd. Maar niet alleen maar. A bereidheid voor ook elk moment.
Maar ook toen in de camera heb ik heel veel van u geleerd. U bent een waardige zuster, u hebt veel ervaring. En het mooiste ook te voeden ervaring, voeren en praten ervaring. Ook toen in Holland Machine. En dat is het bij u, die KIOS, u deelt. U leert, u deelt de kennis, a kennis die ik aan werpen. Want ook toen mijn heren voerde naar de taki, mijn heren leerde, ik wil leerde Tamara de Gopo de Egi vereniging. God zij dank Tamara, Federatie Nederland, in vergadering aan Federatie Suriname, we gaan veel samenwerken, we gaan veel kennis delen. We leren voor elkaar en dat na alleen zijn met je in die KIO. Waarom zuster, ik heb een klein symbolisch cadeau voor u gebracht. Namens Federatie Nederland, maar ook namens de aflegvereniging Trouw. En een ander pakketje heb u ook. En ik feliciteer u altijd en elke dag weer gaan wij voort met de kracht van de Allerhoogste voort. In het werk wat wij doen. Vanmorgen waren enkele van mijn bestuursleden bezig met een bericht welke zij gehaald hebben uit social media. Zeer negatief. Dat handelt over onze afleggers. Afleggers in Suriname. Afleggers in Nederland. Hoe dingen verkeerd gaan. Fasan Pori. Groots. Op social media vanmorgen. Heel vroeg werd ik daarmee geconfronteerd. Ik heb toen gezegd. Geef me 2 minuten. En ik ga onderzoeken van waar het komt. Want dat heb ik wel. En binnen 2 minuten had ik het ook. De herkomst daarvan. En toen heb ik aan mijn bestuursleden gezegd, maken jullie je niet druk, ik weet van waar het komt. We gaan ons niet eraan storen. Maar, voor mezelf zeg ik, waar er rook is, is er vuur. En waar er vuur is, is er rook. Dingen worden niet zomaar gezegd. Maar wij hebben zondag jongsleden al aangegeven waar die liefde is. En misschien omdat we juist zondag hebben aangegeven waar die liefde is, dan gaan we deze aanvallen krijgen nu. En de voorzienigheid wil dat we vandaag zijn bij een vereniging die dwars door deze stormen is gegaan. En deze vereniging moet dan een voorbeeld zijn voor die totale aflegwereld. Zowel in Nederland, maar vooral in Suriname. 20 jaren kun je niet vergelijken met 20 jaren van een mens. 20 jaren van een aflegvereniging zegt veel en veel meer. En daarom wil ik vandaag meegeven. Ik wil die KIOS bedanken. Ik wil ze niet alleen feliciteren. Maar ik wil ze vooral dank zeggen voor het voorbeeld dat ze zijn voor vele andere verenigingen. U mag het weten, ik ga het vandaag zeggen. Die KIOS is een van de weinige, en met nadruk op weinige verenigingen. Dan kijk ik naar een van mijn penningmeesters. Die tot op dit moment wel bij is met hun financiële verplichtingen. Tot op dit tano, netjes op tijd. Ze wachten niet op. Kom Lucas op Safossi, hoe die verkiezing gaat lopen. Fosmi Fenua Rocco. Die KIOS is altijd bij. En die KIOS was maar een van de, nogmaals, weinige verenigingen. En dat zegt wel wat over hun leiderschap. En dat zegt ook wat over hun missie en hun visie. Maar dat zegt vooral ook wat over hun lobby, die Arroko die we doen.
Omdat die Kaios zich ervan bewust is dat ook toe in een rokodisi a financiën de van nodig. Dank je wel daarvoor, die Kaios. En dan richt ik me tot de voorzitter. Voorzitter, bedankt voor die jaren. Er komen nog meer, maar alvast bedankt voor al die afgelopen jaren. Want u heeft zich niet alleen maar ingezet voor die Kaios, maar u heeft zich ook ingezet voor die federatie, dat die federatie vandaag aan de dag is wat het is. En daarvoor vraag ik een bijzonder applaus voor deze voorzitter. U heeft aan de wieg gestaan van de federatie en u bent ook door die stormen gegaan dat die daarna deed, UNU, Kantnabja, lek federatiebestuur en Godoro Nangana Roko. Odi, odi, alam roko, ma. Odi, 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 alam roko, ma. Sanawi Horbung Anodenama. Oke usak bules Furtakine furbas kita Ekhani fir prata wan usabi tetingba imba tembaka Afreda dipsa demita takta hiarangan ifgadom Mamdete En u worden allemaal bedankt voor de ondersteuning wat jullie me geven. God zij met jullie. Milo Bruno. November 2019. 20 jaar aflegvereniging Die Kaios. Door de genade van onze schepper mogen wij dankbaar zijn dat wij deze mijlpaal hebben bereikt. Het is niet altijd over glad ijs geweest. Ook die Kaios, wat betekent rechtvaardig, heeft ze ups en downs gehad. Deze naam hebben we te danken aan onze geestesvader. Dr. Anders Karel Zeefuik, die vanwege gezondheidsredenen niet aanwezig kan zijn. Maar nochtans stuurt hij de felicitaties en wenst ons allen een gezegende dag toe. De grondleggers van die Kaios. Ik kan me nog zo de dag voor de geest halen, 28 november, aan de Surjudeestraat nummer 24. En op die dag waren aanwezig ondergetekende Linger Yvonne, Eugène Heijen, nu Weiler, Mavis Boldewijn, die zit daarachter. Josta Nooit Meer. Die zit ook daarachter. Hillewies uit een werf. Die is ons voorgegaan. John Copijn. Die is misschien vanwege zijn werk nog niet aanwezig, maar hij is ook uitgenodigd. En Cornelia Linger. Ook nu Weilen.
Het huidige bestuur ziet er als volgt uit. Yvonne Linger, voorzitter. Stanley Liefden, die ook vanwege gezondheidsredenen niet aanwezig kan zijn vandaag. Caroline Bandison is onze secretaris. Sherida Fient is onze penningmeester. Renald Groenewoud is onze kamerbaas. Ligia van Ams is de moeder, maar zij woont thans in België. En Ronald Waarde is onze beschermheer. Ik moet hier aan toevoegen dat onze kamermoeder thans is zuster Carolina Bandison. Wij kunnen zoveel zeggen en schrijven, vertellen, lachen, huilen. Maar de rode draad door dit alles heen is geduld, trouw, liefde, maar bovenal respect voor en met elkaar.